gebeurt me niet bij meneer Louis. Dat vindt hij vast niet leuk. Oh, oké, ja. Doe een vreugdekreet. Ik weet niet. Ik vind hem wat onpersoonlijk. Je kan niet echt contact maken met mensen zo. Oh, ja. Je vindt het cool? Oké, oh god. Zo, zon is gezakt. Lucht komt omhoog. Mag ik dat blijven op het podium? Voor altijd? Voor altijd. Nee, we gaan gewoon naar huis en naar betalen. Kijk, Frenkie, we hebben iets voor je meegenomen van gisteren. Kijk maar. Van wat is dit? Van het stadion. Wat stadion? Welke stadion? Welk voetbalclub? Ajax. Ajax, hè? Ajax. Je hebt me gisteren meegenomen. Ajax. Voor wie ben je bij Ajax? Voor de... Voor Frenkie de Jong? Nederland. Voor Nederland. Voor Frenkie. Frenkie de Jong, toch? Ben ik vandaag hulpje? Wat zeg je? Ben ik vandaag hulpje? Ben je hulpje in de klas? Denk je het? Ja. Oké, ik ben benieuwd nou. Hoe kunnen we dat zien dan? Zit je daarnaast de juf? Denk je? Ja, Frankie was niet hulpje. Hij zat wel heel dicht in de buurt van de juf, maar er zat net een stoel nog tussen bij hem. Dus toen hij dat zag, ja, moeite. En hij had ook een beetje moeite met de outfit die hij aan had. Ik vond het heel leuk, zijn houthakkersvest. Maar hij baalde, hij zegt, waarom is het niet zwart? Want het shirt eronder was zwart en dat vindt hij zo mooi. Dat vindt hij heel, ja, black. Het is een dingetje nu. Dus hij was, ja, toen met die stoel die niet naast de juf stond, zag ik gewoon dat zijn ogen vol liepen. En dacht ik, oh jeetje, je hebt gewoon die ochtend niet. Maar één voordeel, we gaan hem ophalen vandaag van school. En dat was helemaal, ik vind het leuk, papa vindt het leuk. En papa bedoel ik dus Leslie. En Frankie vindt het natuurlijk awesome. Heb net wat gewerkt aan de laptop. Ik moet een videootje opnemen. Maar daarvoor... Het is niet de vereising. Het stond niet in de briefing van zorg dat er make-up op zit. Maar ik vind het zelf leuker voor de mensen. Ik heb wat kleren thuis opgehaald. Ik heb voor de schilder ook open gedaan. Instructies gegeven. En als het goed is gaan we dit weekend weer terug in ons huis. Tenminste Leslie. Want ik moet me voorbereiden natuurlijk voor maandag. Want dan geef ik de première in Amsterdam. 800 man. Holarié. Ik ben heel blij met mijn haarkleur, jongens. Heel blij. Ik ken zijn kleur, hè, die meid. Misschien zoveel leuke Insta-fotootje, maar gewoon dat ik trots ben op mijn haar. Tenminste, hoe het gedaan is. Kijk, tanden zijn niet echt wit. Tenminste, ze zijn echt, maar ze zijn witter gemaakt. Mijn wenkies zijn ook aangezet. Mijn tetten, mijn nagels, veel fake. En nou zou ik willen dat het zo uit mijn hoofd gegroeid kwam. Is niet. En dan denk je, wauw, heb je dan heel veel nep of valt het wel mee? Nee, het valt wel mee. En ik weet dat ik liedjes zing als zo mooi, zo mooi. Maar dat wil niet zeggen dat je niks mag doen. Alleen de acceptatie hier tussen je oren. Die moet er wel zijn. Ten alle tijden. Ook al, ik kan ook een slechte dag hebben. En dan moet ik ook tegen mezelf zeggen. Ik ben zo mooi, zo mooi, zo mooi. En er zijn een paar dingen niet echt. Maar het blijft mooi. Zo mooi, zo mooi. En hier zit iemand. Sensueel. Kijk dat beentje. Ze is de tijd aan het doden, want ze heeft straks een casting. Ik zal niet zeggen waarvoor. Ik zal het niet jinxen. Maar jongens, Brianna draagt make-up. Serieus. Och, bel Beatrix. Maar nou. Ja, maar ja. Echt. Het is heel leuk. I like it. Do it more often. En ik ben ook blij dat je een nieuw bed gaat halen. Want hier gaat een paar dingen mis. Ik voel de veer, hè? Ja. Gelicht, oké. Okay. Gelukkig ben je knap. We hadden beloofd in dit huis elkaar te steunen en te supporten als het aankomt op ongezond te eten als je dan toch niet sport. Maar er gebeurt hier iets en ik kan eigenlijk, ik wil mee in dit. Why? Cake en ijs, Ellie. Maar je doet het ook expres wanneer er zo min mogelijk mensen zijn. Je had gehoopt dat ik dit niet zag. Eigenlijk, want dat is door zal lopen naar beneden. Ja, dacht jij dat ik maar heb je nog meer? Kan je delen of is dit het laatste? Ik denk wel water erbij. Je denkt water erbij, jij spoelt het weg zonder suiker. Oh, wat verstandig. Is er nog meer of is dit het enige? Wil je nog meer? Nee, het is misschien beter. Want als ik suiker eet, krijg ik ook weer trek in dingen. En dan ben ik op straat en dan is het de dag... Dan is het gehalveerd wat ik eet. Oh, nee. Neem het dan maar zelf. Dan voel ik me weer beter. Dan zo van, hey, neem alles zelf maar. Smeer het meteen uit over je kuiten. Want Surinamers hebben geen kuiten. Dus iedereen zal denken, waarom zou je dat daar gunnen? Als ze ergens volume kunnen gebruiken, is mijn kuiten. Ik heb er geen last van. Ik ben Hollands. Mijn vader hield van wielrennen. Nou, papa en mama zijn onderweg. Frenkie die naar op school. We hebben er zin in. Hij zal wel blij zijn. Hij zal zeker blij zijn. Wat is dan zeggen van papa en mama, blijven jullie nou? Ja. Is een omleiding. Nog niet ingecalculeerd. Maar in voordeel. Kijk, nu al irriteer je best wel de snelheid nu van deze scooter. Nu al, ja. Nee, dat deze scooter
niet veel rapper gaat dan jouw auto. Dus we zitten achter deze scooter, want hij moet op de weg. Maar deze scooter moet gewoon met een blauw kenteken gewoon hard genoeg gaan. Jij... Dus niet wat ik wil zeggen. Okay. Jij speelt vaak waarschijnlijk net. Wat... Ja, maar die zitten er ook vaak naast, dus dat klopt. Wat wou je zeggen? Dit is een geel kentekenscooter. Ja? Die moeten sowieso vanaf het begin op de weg. Die rijden 45 kilometer. Juist. Maar vanaf nu in Amsterdam moeten deze blauwe kentekenscootertjes die 25 kilometer gaan, dus nog zachter dan deze. Nee, die mogen niet op de weg. Die moeten op de weg met een helm. Nee, maar mag niet. Je moet gewoon over een geel kenteken. Je mag niet Nee. Blauw kenteken. Met de bestuurders helm op met 25 kilometer op de weg. Nou, dat wordt één drama. Precies. Kijk hoe het me nu al irriteert over deze snelheid. Dus kan je nagaan iemand die 25 kilometer rijdt. Ja. Het is toch best wel gevaarlijk, man. Hel. Ook dat. Gevaarlijk voor mijn bumper, mijn lak. Ik vind het allemaal niet handig. Iemand heeft zijn jas uitgedaan en dus zijn blouse. Omdat hij dus helemaal black on black wilde lopen. Je moest per se, hè, black on black vandaag. Oh mijn god, helemaal niet gekleed op het weer. Maar oké. Okay. Ik zal al mijn moedergevoelens negeren van, hè, zo je ziek. Je wil kijken naar deze... ja, tuurlijk, kijk maar even. Dit vinden jongens interessant. Ja, boeiend, hè, jongen? Ja. Het is heel hard werk, hoor. Het is niet zomaar. Oh, het is avond moe. Wou je zeggen? Dat de hoek de grond in. Echt? Ja, is dat diep? Oké, okay, papa heeft zijn haren... Ja, haren weg. En... Kom er haartjes in? Toch nog een stukje overgeslagen. We beginnen deze family afternoon met een hapje. Ik had nu geluncht, ik heb trek. Oké. Mijn zoon vraagt, mag ik een spelletje doen op de telefoon? Ik heb gezegd nee, maar ik kan wel een uit het hoofd verzonnen verhaal vertellen. Frankie, heb je zin in een verhaal? Ja. Waar moet het over gaan? Voor de vos en de haai. Oké. Ik moet wel zeggen, deze muziek strookt niet met het verhaal, maar dat maakt niet uit. Er was eens een vos die woonde in het bos. En hij liep en hij liep en hij kwam in één keer uit bij het strandje. En hij denkt, ik ben er nog nooit geweest. Ik doe lekker mijn schoentjes uit. Ik ga meteen lekker in het water. Kan je geloven dat er een mega grote haai aankomt en die hapt naar de vos? De vos zegt, ben je gek? Ik kom alleen mijn poontje bij de... Ik geloof het niet, verhaal. Ik geloof het verhaal niet. Wat zeg je dan? Je gelooft het niet? Nee, ik geloof het verhaal niet. Ik geloof het verhaal niet. Het verhaal nou boeiend vinden of niet? Ja, dat vond ik heel spannend. Het hoeft niet te eindigen in een foto speciaal zou ik het kanuwkamer moeten halen. Dus dan ben ik eruit zelf ook. Dus dan gaan we maar eten. Kun je mijn maag eens vol? Nu kan ik. Gefocust shoppen. Anders ben ik afgeleid. Dat is niet handig. Bij aankopen. Wat zeg je? Spider-Man gaat op een huis klimmen. Spider-Man gaat op huis klimmen? Ja, op een huis klimmen. Oh, doe dat maar niet bij meneer Louis. Dat vindt hij vast niet leuk. Oh, oké, ja. We zijn even aan het passen. Dit is leuk, Frank. Staat het me? Goed. Staat het me goed? Oké. Okay. Is hij niet te breed? Nee. Wil jij hem ook passen? Ja. Probeer maar. Ja. Op je hoofdje, voorzichtig. Oh ja, in één keer ook je maat. Je vindt het cool? Ja. Oké, oh god, oh god. Oké, ik moet op zoek naar eentje voor jou. Want dit verandert je hele swag. Dat is de prijs, dus niet voor jou belangrijk. Nee. Frankie, ja. Zit je lekker, jongen? Ja, ik ben lekker aan het zitten. Ja, je bent lekker aan het zitten. Je zit zo lang, vanaf de eerste seconde dat we op straat zijn. Papa, mag ik bij je zitten? Papa, mag ik op je hoofd zitten? Papa, mag ik op je hoofd zitten? Nou, je hebt het echt goed doorgetrokken. Ik kan je één ding vertellen, je bent volhardend. Die zijn van mijn zoon, maar die is nu even aan het poepen. Rest is staan, voetbal aan het kijken. Mooi heeft net de outfit op me gesteld. Het is geweldig. We gaan het rocken. Ja, dit is wat ik aandoe. Rocken. Als ik klaar ben met de show, ik ga naar mijn mensen. Ja. Of misschien ook wel als ik foto ga maken met de mensen. Is ook al gewoon geweldig outfit. Ja, niet. Misschien, zeker. Ja, zeker toch? Ja. Oké, okay, en hij voelt me petmatig, maar ik vind hem helemaal niet matig. Hij is oké. Okay. Hij is oké, okay, zegt hij. Zo is de Franse bakker. Ande, oef, boom. Ande, oef. De zon schijnt, ik zie geen wolken. Het is vrijdag, weekend staat voor de deur. Ik vind het een kreet waard. Doe een vreugdekreet. Ai, 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 ai. Jij bedoelt deze. Ai, 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 ai. Nee, je moet naar mij
ik doe een kreet. Nee, precies. Dus... Maar ik dacht dat je eentje zocht, maar dat je niet met de noten uitkwam. Nee, je is vroeg aan mij, doe eentje. Dan moet jij die niet gaan verbeteren. Ik vind hem ook helemaal niet slecht. Tik hem aan. Ja, onderweg naar Almere. We hebben een gezellige meeting. Meeting, hoe zeg je dat zo? Het is een beetje zakelijk. Ja, het is wel een meeting met mijn regisseuse. We gaan de laatste dingen doornemen. En dan is het weekend voor mij relaxen, voorbereiden, get in the zone. Je weet zelf, vrienden, familie première, holy Maloney. En heel veel kijkertjes aan z'n maandag. 800 mensen in de zaal. Ja, dus. Dat is het meeste tot nu toe. Naast de... wat was het? In Leeuwarden gaf een college, waren ook 800 mensen. Maar... 1000? Oké, maar dat maakt allemaal niet uit. Het komt erop neer. Het is reeds spannend. Ja, en er zijn een paar mensen die het gereageerd hebben. En die moet ik even persoonlijk bellen, want het zijn natuurlijk mensen die dichtbij staan. Ooms en tantes die hun mail niet iedere dag checken. Ja, waarom zullen ze dat doen? Ja, ze zitten daar met de fut. Ja, weet je, je hebt geen obligations meer. Deadlines zijn uit je leven, dus je bent heel tranquilo. Dus we zullen ze even herinneren. Wij hadden een hele goede meeting. Ik vond het sowieso een vet goede meeting met Jessica, mijn regisseur. De rest vond het ook. Wij zijn nu gereden naar de volgende meeting. Ik ga zitten met een DJ. Want ja, en niet like in met een Martin Garrix, maar met een DJ die mij gaat ondersteunen tijdens mijn gigs. Je weet wel, iemand die zo frukken, take it away, Nienke Plas dan zegt. En dat ik het dan, hou me vast, dat soort dingen ga doen. Dus dat is leuk, dat is nice. Ik zie, is dat hem? Nee toch? Hij kijkt, is dat hem? Iemand komt... Nee. Oh, hij lag naar iemand anders. Hij kwam heel creepy op onze auto afgelopen. Ik dacht al, is dit een DJ? Ik weet niet of ik dat wil. Wat er wel net gebeurde, mijn nagel brak. Wreed ook. Ik wou echt een thumbs up geven, omdat deze bijna van mijn hoofd vloog. Ik denk, dat mag niet gebeuren. En toen kwam ik tegen Res aan. En er zit een scheurtje in, zoals mijn regisseur het zo mooi zegt, in waar het leeft. Ja, dus en helaas kan mijn nagelstylist niet dat fixen. Wanneer ik het wel kan, want... Ik ga straks de clip draaien voor mijn volgende single alweer. En maandag is natuurlijk de première. Maar ze kan wel waarschijnlijk een maandag in de ochtend. Dus weet je, al met al komt het goed. Ik zit vast. Oh ja, dus vaak met riemen. Hou jezelf los. Dus even kijken hoe deze DJ moet wel bij me passen qua stilo ook hoor. Want ik vind wel, je bent een duo op podium. Dus en als hij heel erg afwijkt van mij, vind ik dat hij meer naar mijn stijl moet. Okay. Oh, dank je. Gaan we nu al zo doen? Ik ging helemaal niet met de DJ meeten, want die kon helemaal niet. Maar we zijn hier nu toch. Dus dan doen we ook maar meteen lunchen. Leslie koos weer voor brood, toen zei ik al. Dus het lijkt me niet, je lijkt me niet in de positie om nu brood te eten zo vlak voor de zomer, maar ik heb het toch gedaan. Foto's tot hier. Foto's tot de aardappelsappelen dan naar boven? Ja. Okay. En ze zeggen altijd, there's more to love when you have more to hold. Precies. Oké. Toen stond ik opeens hier, we gaan de clipshoot schieten. Dit is de eerste locatie. We gaan het doen. Het is heel komisch. Want de clip wordt op een bepaalde manier vastgelegd. Die jullie heel bekend is. Het is nu 3:30. Volgens mij eindigen we vannacht ergens. Op een loesje plek. Ja, heel vaag verhaal, ik weet het, sorry. De eerste beelden zijn gedraaid. Die zijn hier buiten erop gezet. We hebben net gegeten ook en normaal heb je dan een inzakmoment, maar dat mag niet. Tenminste, het mag wel, maar het is niet handig. Moet look alive in de videoclip. Ik heb net ook begrepen dat er een beetje gek fout gemaakt is bij DL. Want ze hebben gewoon een hele doos met telefoonhoesjes bij één iemand gedropt. Dus heel veel mensen hebben het niet. En één iemand heeft heel veel. En de DL doet een beetje van, ja, trek hun handjes ervan af. Maar dat is niet handig, hè? Wat ga je zeggen tegen de kijkertjes dan? Huh? Mensen willen het weekend in. Ze willen vlammen met hun nieuwe hoes. Dus Leslie zegt het... wat zei je nou? Nou, ik word opeens gebeld door een klant. En die klant zegt gewoon, goeiedag. Ik heb... een bestelling gehad, maar ook nog 10 andere pakketten van andere klanten. Honderden hoesen. Ik zeg, hoe kan dat? Hij zegt, ja, ik heb de DHL gebeld en de DHL zegt gewoon tegen mij, ja, mevrouw, dat hebben we niet gedaan. Dus ik dacht, wacht even, dus dan zeggen ze serieus dat ik dat heb gedaan, terwijl op alle pakketten zitten de labels. Dus het is gewoon slordig van hun. Verkeerde labels. Ja, alle pakketten bij ons zijn gelabeld. Ze hebben gewoon in alle pakketjes in één doos gedaan. Waarschijnlijk, het was gewikkeld met plastic of zo, zei ze. Dus iets met plastic is gebeurd en toen hebben ze gewoon... niet gekeken op wat dan ook, ik weet niet wat. En dan... Gebeurt er dit. Zootje dus, zootje. Jammer jongens. Jammer DHL. Het gaat helemaal mis. Wat is de afkorting van DL? De hele... Dickheads loco's. Dat is wat jullie zijn, dickhead loco's. Maar ja, oké. Dat is eventjes een zijpaadje. We gaan straks verder. Dus, spannend. Ik hoor net dat het... lijkt, ja, top. Het lijkt door te gaan. Oh my god. Jongens, dit gebeurt niet. Ik doe even een spa rood flesje open. Check wat hier gebeurt. Overal zit het.
Ik moet zeggen, ik heb vandaag voor het eerst nieuw make-up op. En het zit al de hele dag goed. Als het dit overleeft, hoor yo. Ik heb geen doekje alleen, dus ik moet gewoon mijn hoofd schudden. Als een hond. Ja, maar echt overal. Ik weet niet hoor. Klets. Iemand heeft dit flesje gescheurd. En daarom moest Kayo misschien lachen ook. Misschien was Kayo daarom helemaal niet gefocust, omdat hij dacht ik wil het zien. Ja, ik wil het zien. Want hij deed het alsof hij aangereden werd door de fiets, maar je lult. Je wou gewoon zien hoe wij onszelf ejaculated gingen doen. Ja, we hebben net geschoten en we zijn nu hier weer. En we gaan nu niet zeggen wat we gaan doen, okay. Maar het wordt wel weer live. Maar jullie gaan het zien. Het is hartstikke leuk. Oh, en het is hartstikke lang. Is er licht? Ja, de zon is gevallen. Het is een lange dag. Het is een lange dag, ook voor de mensen die ook in deze clip zitten. En eerlijk, kijk nou. Die make-up zit nog steeds best wel goed. Wow. Wow. Als het nog het einde van alles nog steeds zo goed zit, dan ga ik zeggen waarvan het is. Wow. Dit is het. No spon, no payments. Just very, very excited about this result. Het zit in geen keertjes. Het zit... Oh my god. Amazing. Ja, de clip staat erop, jongens. Wat een lange dag. En inderdaad, weinig van meegekregen. Maar het is leuk. De spanning. De spanning van wat erin komt. Ressie en ik hebben geslapen beneden in dat donkere hok. Het heet de berging. En er is geen raam. Dat betekent minder frisse lucht. Maar ook geen zonlicht. En dat vinden we toch wel het allerfijnst. Res, hoe gaat het met jou deze ochtend, middag? Lekker, ik ga met mijn zoontje naar voetbal. Ja, enig. Ik ga me klaarmaken voor, hoe zeg je dat? Eenzame opsluiting, niet eenzaam. Solidaire opsluiting, heet dat zo? Als je in je eentje opsluit. Isolation. Dat klinkt ook een beetje alsof het niet uit vrije wil is. Dat je je opsluit uit vrije wil. Solidaire, wat is solidair? Is het niet? Oké, pak mijn telefoon, dit is rommelig. Ik wil nu ook weten dat je je opsluit in je eentje met een goed doel. Dus... Ja, dit is dus vanwege het voorbereiden van mijn theatertour. Ik zat dus in de buurt, want het wordt een solitair weekend. Of tenminste, zaterdag op zondag voor mij. Maar dat is het niet. Maar ik wil toch eventjes dit meegeven. Ik ga op zoek nog steeds naar wat het wel is. Ik ga vandaag voetballen. En die is echt leuk. Mijn zoon laat uit frustratie de bal ook liggen in. Hij is er klaar mee. Hij is helemaal klaar. Ja, mijn zoon. Moeilijk. Ja. Hij is boos. Hè. Goeie aanloop, Frank. Goed in de goal, hè? Goeie aanloop. Yay! Zo, ik ben afgezet door Res, mijn schoonvader en Frankie. En ik ga een 24 uur tegemoet met mezelf in mijn moeders huis. Zonder moeder en lots of witte meubels en serene omgeving. Mijn moeder heeft er ook een briefje achtergelaten. Hi Spook, wil jij de droger nog even aanzetten? Ik kom hier te werken, maar ik krijg goed taken. Nee, is oké. Okay. Het is één knop, denk ik. Hij staat op de juiste stand. Juist, ik hoef niks meer te doen. Verder geen bijzonderheden. Oh, heel veel succes. Komt helemaal goed. Kind, maandagavond, knuf. Oh, thank you mom. En inderdaad, en waarom heb jij hier een oranje hoed? Is dit voor de Koningsdag? Ik weet niet. Ik vind hem wat onpersoonlijk. Je kan niet echt contact maken met de mensen zo. Oké, ik ga wat eten voor mezelf maken. Een beetje trek. En dan ga ik ergens zitten. Denk, daar. Dit is een heel goed plekje. Ja, dit is een heel goed plekje. Nou, ik zit lekker in de zone. Het is 20 over 12. Nighttime, je ziet het.
Zo, zon is gezakt. En lucht komt omhoog. Zo werkt de planeet. Zwaartekracht, shit. Ik ben lekker bezig. Het zit echt in een zone. Het is ook een aparte scene om mij heen. Weet je, ik zal even laten zien wat de setting is. Hier aan papierwerk. Zo, die had ik even snel, hè. Hier ook aangevreten sushi en nog wat over is. En vest van mijn moeder. Ik ga lekker hier, oh. Potverdorie. Ik denk dat ik nog heel eventjes work mode blijf. Lekker mijn moeders bed in duik. Can't wait. Ik kan sinds dagen in een tweepersoons bed liggen. Alleen, ik vind het altijd leuk met de rest. En ik vind het ook heel gezellig met Frankie die in een bed liggen. Maar ik ga nu alleen in een bed liggen. Dat betekent dat het niet uitmaakt. Want ik ben 1,70 meter. Hoe je erin ligt. Welke diagonalische meter. Diagonalische meter. Hoe je ook ligt in het bed. Je kan alle kanten op. Want je hebt niemand rekening te houden. Er gaat geen enkele knie in iemands balzak of in jouw rug. De rest die trekt zijn benen heel hoog op. Ik weet het ook niet. Het is een beetje de voetenshouding. Maar je bent 1,90 gast. Waarom doe je het? Deze badjas is van mijn moeder. En ja, she wears de milfmantel. Cause she is one. Hallo jongens. Wat? Siri, echt. Zoek eigen vrienden, want je bent niet die van mij. Nou, nieuwe dag, nieuwe kansen. We gaan gewoon verder waar we gisteren mee begonnen zijn. Get in the zone. We zijn er eigenlijk nooit uit geweest. Wow, gekkigheid. Je zit er nog steeds in. En ik ga nu gewoon alle rolgordijnen openmaken. En eten. En daar kijk ik naar uit. En ik heb hier een puist. Die komt qua timing niet echt top. Ik wil hem ook niet gaan uitknijpen. Ik heb echt zoiets van... Gewoon wees, wat is deze? Is deze al... Het is ook zo'n ondergrond. Weet je van die dingen waar je niks aan hebt, jongen? Ik heb er niks aan. Op zo'n podium met de juiste belichting is helemaal niet handig. Wegwerken wordt het gewoon. Ja. Wegwerken! Masker opgezet. En als mijn vrienden erom vragen, zeg ik dat het heerlijk is. Sorry. Ik heb dit opgedaan. En ik weet niet of het een oud masker is van mijn moeder, wat ik vond in een zakje. Want ik moest er wat water bij doen. Toen werd het dit. Ik ben benieuwd. Nou, het eindresultaat ook. Als het goed is, komen Res en Frank straks hier. Ik ben gedoucht. Voor iedereen die denkt, hè? Je gaat gaan douchen. Ik ben gedoucht. En daarom doe je dit op. Want de poriën gaan open. En dan denk je altijd, dan zal het allerbeste werken. Als het allemaal open staat, doe het dan maar net na de douche op. Misschien zit ik er helemaal naast. Er zullen waarschijnlijk wat huidspecialisten nu gaan reageren. Dank voor jullie info. Ik doe gewoon mijn best. En dit mag er denk ik nu wel af. Ik had mijn zoon net aan de telefoon. Ik vroeg de rest van, hey, is heel lang in de buurt. Ja, we hebben net eten gehaald. We komen er nu aan. Weet je wat mijn zoon gewoon zegt? Mama... Mis je in de avond? Nou, maar breed. Nou, dan komt ie hoor. En ja, dit is mijn moeders slof. Het is heftig, maar het zit lekker. Mama! Wat? Doe een lekker dik van mij. Oké. Nee, omiet is er niet, dan weet je het. Ga maar vast naar binnen. Nee. Hallo. Vind je het moeilijk wegkrijgen dit? Ik had ook niet een heel blok tempeh hier moeten doen. Ja, kijk hè. Ja, dat is veel tempeh. Oké, neem maar een slokje. Ga beter? Ja hoor. Oké hoor. Zo jongens. De dag voor. Eén dag voor wat? Het avond is. Dan mag ik op de meepoon. Als het s'avonds is. En mijn show is klaar, wat wil je dan? Wil je ook op het? Podium. Zeg dat dan. Meepiedum, ik ben niet bekend. Mag ook de laptoppen? Wil je ook laptoppen? Ja. Op de podium. Wil je niet een microfoon? Ja. En ook, wat wil je doen dan op het podium? Kapitelen. Nee, maar dan kan je beter even in de microfoon tegen de mensen zeggen. Hallo, kijkertjes! Dank voor het komen of zo. Als je wil hoor, als je durft. Ik durf het. Oké, 800 mensen. Ik durf het. En mama is toch daar? Ja, dan kom je na de show naar het podium. Als het klaar is en ze gaan klappen, kom je dan even bij mij? Oké dan. Nice.
Hij is Mattie. Mag ik dat blijven op het podium? Voor altijd? Voor altijd. Nee, we gaan gewoon naar huis en naar met z'n allen. Hij zegt zoveel dingen niet aan mij. Zeg zoveel dingen niet aan mij. Hé, hey, Frankie Dien. Hé, hoef niet na te praten. Rechtop zitten. Gewoon normaal doen. We kunnen grapjes maken, maar tot... Even normaal. Goed zo. En zo doe je dat. Boundaries moet je aangeven. Desalniettemin zit hij er zo bij hoor, dus ik weet niet of het echt aangekomen is. Oké, lang. Ik weet niet hoe lang je die stare down moet doen met jezelf.